het is zo dat, ja, uiteraard, ja, kinderen zijn op dat vlak af en toe wel hard. En zeggen van, kijk, Zwarte Piet loopt er. En dan zeggen van, ja, Witte Piet loopt er. Dus ik had altijd wel een repliek klaar. Ik ben heerlijk vlot en assertief van manier. Maar ja, uiteraard, kinderen, ja, spreek nu op aan. Nee. Ik denk dat daar een duidelijke discrepantie is tussen de nationale ploeg en tussen het... Gelijk Zwarte Piet is geëvolueerd, gaat het de figuur nog meer evolueren. En is maatschappelijk volgens mij onaanvaardbaar dat die figuur op zich gaat blijven bestaan. Wat niet wil zeggen, Sinterklaas is een mooi feest op zich. Alleen Zwarte Piet is volgens mij niet nodig om een feest wat te maken voor iedereen. Vroeger was alleen de Sint populair, maar de laatste jaren, en dat is een beetje geëvolueerd, is Piet zeker zo populair. Je kunt dat hier vaststellen als de kinderen die hangen rond die Zwarte Piet. Hè. En die stellen hem vragen en die geven hem een hand en zo. Hè. Vroeger was Zwarte Piet meer een duistere figuur waar ze bang van moesten zijn. De afdeling bestuursrechtspraak is tot het oordeel gekomen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de burgemeester bij zijn besluit over de aanvraag voor de vergunning voor de intocht van Sinterklaas moest betrekken het mogelijk stigmatiserende en discriminatoire karakter van de intocht. Ja. Niet met een blij gevoel, ik heb er altijd een onbehagelijk gevoel bij, maar we hebben niet geprotesteerd. Oké. Nee, ik hoop niet. De fietsen in Nederland, de mensen zich totaal geen zorgen te maken. Daar kan je maar terug, dus geen zorgen te maken.